Dit is het TV West Nieuws van maandag 19 januari met daarin. Opnieuw veel wegen komend jaar op de schop in Den Haag. Hulpdiensten oefenen in Delftse spoortunnel. En Pichelmee komt naar het Letterkundig Museum. Dag dames en heren. Automobilisten, fietsers en mensen die met het openbaar vervoer reizen moeten ook dit jaar weer rekening houden met een groot aantal opbrekingen in Den Haag. Ongeveer 100 wegen worden aangepakt. Maar, belooft de gemeente, we hebben geleerd van eerdere werkzaamheden en we gaan beter en eerder overleggen met reizigers, ondernemers en bewoners. De bouwketens staan al klaar op een van de drukste plekken in het centrum van Den Haag. De brug bij het zieken wordt dit jaar vervangen. Dus moet het verkeer 8 maanden omrijden. En dat is lang niet de enige plek waar tramsporen worden vervangen of wegen op de schop gaan. Want Den Haag groeit en wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven. Dat schept verplichtingen. Betere bereikbaarheid voor de auto, meer gelegenheid voor de fietser om mooie fietspaden op te zoeken en ook beter bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Bovendien komen er nieuwe, zwaardere trams en stammen veel bruggen uit de tijd van paard en wagen. Dus moeten ze worden vervangen. In totaal wordt dit jaar daarom gewerkt aan 100 wegen, kades en sporen. De meest ingrijpende werkzaamheden zijn de bouw van een nieuwe garage onder het toernooiveld, het vernieuwen van de brug aan het zieken, het aanleggen van bredere tramsporen op de nieuwe parklaan, de aanleg van een rotonde op de Westduinweg, de vernieuwing van de kruising Valkenboslaan-Weimarstraat en de aanleg van een fietspad langs de Javastraat. Op het stadhuis werkt een team ambtenaren eraan om te voorkomen dat belangrijke wegen tegelijk op de schop gaan en het een totale chaos wordt. Ook zeggen de wethouders dat ze hebben geleerd van eerdere opbrekingen. Bij ieder project proberen wij zo goed mogelijk met de buurt te communiceren, af te spreken wanneer het klaar is. Als wij zeggen dat iets klaar is, is het ook op tijd klaar. En ondertussen te kijken wat we kunnen doen om de overlast zo klein mogelijk te maken. Toch is overlast soms niet helemaal te vermijden. We zijn een grote stad. Ieder jaar zijn er meer dan 100 werkzaamheden. Dat zullen mensen ook werken. De Levenseindekliniek in Den Haag is het niet eens met het oordeel van de toetsingscommissie euthanasie. Volgens die commissie was de kliniek onzorgvuldig bij de euthanasie van Gabi Oldhuis. Een 47-jarige vrouw uit Noodorp die last had van een ernstige vorm van chronisch oorsuizen. Het is al de derde keer dat de kliniek een berisping heeft gekregen. Een gesuis en gepiep waar niet mee te leven viel. Het keiharde geluid in haar oren stopte niet. Gabi Oldhuis is op 1 maart 2014 overleden met hulp van de Levenseindekliniek. Een onafhankelijke commissie erkent het oorsuis als reden voor de euthanasie, maar vindt dat er nu nader psychiatrisch onderzoek had moeten plaatsvinden. De directeur van de Levenseindekliniek is verbaasd over de berisping. Wij trekken het ons erg aan en we kijken ernaar, maar we zijn in dit geval zijn we toch ook wel erg overtuigd dat het in het geval van Gabi op een hele nauwkeurige en zorgvuldige manier is gebeurd. Dus dat is de reden waarom we onze verbazing uitspreken en niet goed begrijpen waarom dit gebeurd is. Gabi was voor haar dood heel stellig over haar keuze. Ik hoef niet nog langer zoveel te lijden, zoveel pijn te hebben en ik hoef ook mijn auto niet tegen een boom te zetten. Volgens Steven Pleiter is er destijds voldoende onderzoek geweest om het verzoek van Gabi in te willigen. Er is nou goed onderzoek gedaan door een psychiater, door ons team, daarna nog een keer door een onafhankelijk arts. En die hebben allemaal besloten en samen gezegd dat dit besluit goed was en zo kon. Een nader psychiatrisch onderzoek, wat de commissie de Levenseindekliniek verwijt, is bewust niet gedaan. Psychiatrisch onderzoek kan erg belastend zijn en dat zou in haar geval een enorme belasting geweest zijn, omdat ieder gesprek wat plaatsvond een grote belasting was. Als je een psychiatrisch onderzoek doet en je hele leven nog een keer weer naar boven haalt, is dat een zeer energievretende zaak. En het was voor haar was dat erg ingewikkeld om te doen. Over ruim een maand gaat hij eindelijk open, de spoortunnel in Delft. Dan rijden er dagelijks tientallen treinen door. Nou moet je er natuurlijk niet aan denken, maar stel dat er iets misgaat, dan moeten de hulpdiensten natuurlijk wel voorbereid zijn. En dus wordt er in de nu nog lege tunnel geoefend. Men neemt een oude trein, een rookmachine en een paar nepslachtoffers en oefenen maar. Ja, het is een oefening gezamenlijk, brandweer, ambulancediensten en politie.
28 februari gaat hier de eerste trein ondergronds rijden. En we zijn natuurlijk als ProRail met alle laatste voorbereidingen nog bezig om dat werkelijk ook te kunnen laten plaatsvinden. En daar hoort onder meer bij het borgen van de veiligheid. En daarom zijn we met alle diensten vandaag onder de grond aan het oefenen. Wat gaan we nu doen? We wachten even op de jongens van de ambulance. Die zijn aan het kijken en die komen zo terug. Ja, de brandweer en de ambulance en politie zijn natuurlijk op zich gewoon normaal, doen hun normale werk hier. Daar zijn ze natuurlijk goed in. Maar in de tunnel van Delft, daar zijn ze natuurlijk nog niet geweest. Dus dan moet je ook helemaal thuis voelen. Waar zitten de brandkranen precies? Waar zit de verlichting? Dat soort zaken allemaal. Noodverlichting. Dus dat soort dingen, dat wordt vandaag allemaal geoefend. Zodat reizigers, in het geval dat er een calamiteit is, op een hele veilige manier hier geëvacueerd kunnen worden. Oké, Frank, ik ga achter je zitten. Dus worden 400 mensen van alle hulpdiensten getraind in de spoortunnel op de specifieke situatie, maar ook op het samenwerken in deze tunnel. En gelukkig zijn er nog geen vreselijke dingen ontdekt. Echt grote dingen? Nee, nog niet. Zijn we nog niet tegengekomen eigenlijk. Maar je weet elkaar altijd wat beter te fine-tunen. Hoe kan je elkaar nog beter weten te vinden? Hoe kan je nog beter dat de communicatielijnen verbeteren? De objecten nog beter te vinden? Misschien nog iets in de bewegwijzering te doen? Met ProRail, een belangrijke partner in deze, goed de samenwerking weten te vinden. Straks is de West-Safari op bezoek bij een boerenbruiloft. Maar eerst kort ander nieuws van vandaag. Nederlandse moslims die bekend staan als radicaal zijn op de vlucht geslagen na de verijdelde aanslag in België en de terreurdaden in Frankrijk. Alleen al uit de regio Den Haag hebben de laatste dagen 11 van hen de benen genomen. Dat schrijft het AD. De NOS meldt dat 4 van die gevluchte Haagse moslims in Turkije zijn aangehouden. Ze wilden naar Syrië om daar deel te nemen aan de jihad. Wat er met de mannen is gebeurd en waar ze nu zijn, is niet duidelijk. Een graafmachine is vanmorgen op de Rijksstraatweg in Den Hoorn in het water beland. Het voertuig moest uitwijken voor een bus. De graafmachine kwam daarbij met 2 wielen in de berm, raakte stuurloos en kwam uiteindelijk op zijn kop in het water terecht. De chauffeur van de machine raakte niet gewond. Hij kon nog net op tijd uit zijn cabine springen, waardoor de man op het droge bleef. Een bergingsteam heeft de graafmachine uit het water gehaald. De neus van Barendrecht-speler Mitchell van Gastel blijkt toch niet gebroken te zijn. Scheidsrechter Wim Bronsvoort zorgde afgelopen weekend voor een opmerkelijk voetbalmoment in de topklassewedstrijd Barendrecht-Scheveningen. Hij maakte een wegwuifgebaar en raakte daarbij Van Gastel hard in het gezicht. In eerste instantie werd gedacht dat de neus gebroken was, maar dat blijkt mee te vallen. De Barendrecht-speler mag volgend weekend gewoon voetballen, maar moet dan wel een gezichtsmasker dragen. Joden, moslims en christenen kwamen gisteren bijeen in Noordwijk. Deze jaarlijkse bijeenkomst van verschillende religies had door de gebeurtenissen in Parijs een bijzondere lading. Ruim 300 mensen waren aanwezig, onder wie de burgemeester van Noordwijk en de Marokkaanse ambassadeur. Bijzonder samen zijn van 3 geloven in een dorp waar men wil praten met elkaar. Thema de vrede. Ver weg wellicht, maar hier aangestoken door een lucifer. En een kaars te laten ontsteken door alle vertegenwoordigers van de 3 godsdiensten. Wij laten ons niet uit elkaar drijven, beste broeders en zusters. Geen één Facebookpagina is in staat om ons uit elkaar te laten drijven. De toon is de afgelopen weken gezet door geweld. Maar volgens de imam is het zaak om het nu om te draaien. En ik denk dat we elke individu in Nederland, elke Nederlander op moet staan en het debat moet gaan overnemen en het veld van het debat niet over laten gaan aan de extremisten. Wij laten ons niet uit elkaar drijven. In de pauze een dans van de dervissen uit het oosten die al draaiend hun ego verliezen en de liefde binnenkrijgen. Hanneke Gelderbrom sprak namens de Joodse gemeenschap en riep op tot vragen stellen. Ja, men is een beetje bang. Kan ik dat wel doen? Kan ik die dingen wel vragen? Ja, dat kan. We moeten gewoon elkaar vragen durven stellen. Waarom doe jij dat anders? Oh, en misschien is het wel een vooroordeel wat je weg kunt praten. Wij doen dat helemaal niet anders. Nee. Grote thema's in een klein dorp in de Bollenstreek waar geen grote spanningen zijn tussen de mensen. Nee, ben ik nog niet tegengekomen. En dat betekent dus niet dat je niks moet doen, integendeel, je moet nu doorgaan. Belangrijk, want de impact van de aanslagen van vorige week treft ieder, volgens de dominee. Onderschat het niet hoe ook internationale gebeurtenissen invloed hebben op je gemeenschap, ja, op je dorp. Ja. Er zijn allemaal wereldburgers geworden inmiddels. De heren verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.
Het zwembad van attractiepark Duinrell in Wassenaar ondergaat de grootste opknapbeurt in jaren. In 3 weken tijd wordt het tikkiebad grondig opgefrist. Zaterdag moet de klus geklaard zijn. Zo ziet het tikkiebad er normaal uit. En zo is het nu. De onderhoud van de glijbanen, komt een nieuwe glijbaantoren, komt er te staan, eigenlijk een vervanging van. En een dak van de Spaceballs wordt vervangen, opnieuw glas. En zo zijn er in het bad nog heel veel andere dingen die men niet ziet, maar ook moeten gebeuren. Joelende kinderen hebben plaatsgemaakt voor allerlei werklui. Nou, in de piektijden zijn we zo'n 100 man tegelijk bezig. Er zijn heel verschillende firma's die hier natuurlijk binnenkomen. 2 weken geleden is het bad leeggepompt. Het gaat hetzelfde als thuis. Hè. Je moet de stop eruit trekken en dan verdwijnt het water. En, het kost wel heel veel tijd en het is ontzettend veel water. Het is 2 miljoen liter. Vandaag is de kraan weer opengezet. We zijn zo'n beetje 1,5 dag, 2 dagen aan het vullen. En dan in verloop van tijd kan je gaan circuleren. En dat betekent eigenlijk dat je het pas kan gaan verwarmen. En dat verwarmen kost ontzettend veel tijd, want het water is natuurlijk erg koud. Het komt met zo'n graad of 11 komt het binnen. En het moet naar 30 graden, hè. Dus dat is heel veel. Donderdagavond moeten de bouwvakkers klaar zijn. Dan heeft de schoonmaakploeg nog 24 uur om de boel weer fris te krijgen. Ja, en de opknapbeurt kost ongeveer 5 ton. Mevrouw Zoutendijk van 76 jaar uit Zoetermeer is het helemaal zat. Elke zaterdag komt ze met de schone was en een verse maaltijd naar een oude vriend in Den Haag. Maar de lift op het station is de laatste tijd steeds stuk. Dus moet ze met was en warme hap de trap af. Ja, en dat moest wel een keer misgaan. Een week geleden ging het ook mis. De lift was weer stuk. Nou, Lot, hij doet het niet, hè? Nee. En nu was er niemand om haar van de trap te helpen. Ja. En nou, Lot? Hond, rollator, was en warme hap rolde haar vanzelf achterna. Ik waag het. Ik haal mijn hondje eruit. Zet mijn zware tas hierin. Ik ga naar beneden. Hou hem heel zwaar tegen mijn hondje. En dan was ik bijna beneden. Toen sloeg mijn kar op de een of andere manier om. Met die tas. En daar zat mijn jupon in. Dus de jus door de was van mijn vriend. En noem maar op. Mijn eigen spullen. Was één ellende. Mevrouw Zoutendijk vraagt zich af waarom het zo lang moet duren voordat de lift wordt gemaakt. Hij was zaterdag stuk met mijn val. Zondags ga ik terug naar Zoetermeer, loop ik langs de kapotte lift. Stond buiten groot onderhoud, buiten bedrijf. En 's maandags ochtends was hij dus ook nog stuk. De HTM vindt het heel vervelend voor mevrouw. Steeds is de lift binnen 4 uur gerepareerd, zegt HTM. Als ze voor een kapotte lift staat en dit bij HTM meldt, komt een medewerker haar ter plekke verder helpen. Vandaag krijgt mevrouw Zoutendijk een bloemetje van HTM. Heel veel generaties zijn ermee opgegroeid. Het sprookje Piggel mee. Koffiebrander Van Nelle start begin vorige eeuw met de reclame die uitgroeide tot een volledige boekenserie. In de loop der jaren is een enorm archief ontstaan en deze Piggel mee geschiedenis is nu in handen van het Letterkundig Museum in Den Haag. Als een kind zo blij is directeur Aad Meinderts. Hij kan zich de dwerg Piggel mee herinneren als de dag van gisteren. De verhalen van Piggel mee en zijn vrouwtje Tureluur ken ik uit mijn eigen jeugd. Dus het was voor mij een feest der herkenning om die boekjes en dat hele archief te zien. De reclame van Van Nelle met een dwerg duikt in 1914 voor het eerst op. Het duurt dan nog 5 jaar voordat de dwerg ook een naam krijgt. Tot in de jaren 80 is het een doorslaand succes. Die boekjes zijn in miljoenen herdrukt. Onmiddellijk kwamen ook de eerste regels van dat verhaal weer in mijn hoofd. Hè. In het land der blonde duinen. Niet heel ver van de zee woonde eens een dwergenpaardje en dat heette Piggel mee. Ja. Het verhaal over Piggel mee en zijn vrouw Tureluur is oorspronkelijk een sprookje van de Deense broeders Grimm. Vrouwtje Piggel mee vraagt uiteindelijk om de macht van God. Van Nelle heeft dat ook gedaan, alleen de laatste scène, natuurlijk belangrijk, is anders. Dan vragen ze zich af, zou er geen lekkere koffie dan Van Nelle zijn? En dat gaan ze dan vragen aan het visje, heb je voor ons niet lekkere koffie dan die van Van Nelle? Nou, dan wordt het visje zo boos en dan is alles weer bij het oude. De steeds meer eisende vrouw van Piggel mee is een begrip. Nog steeds wordt haar naam gebruikt. Die uitdrukking van vrouwtje Piggel mee, die wordt nog wel eens gebruikt. Ik heb hem ook niet lang geleden in de Tweede Kamer horen gebruiken. Vaak wordt er rupsje nooit genoeg gezegd, maar ook wel vrouwtje Piggel mee. Een deel van het archief is vanaf vandaag te zien in het Letterkundig Museum en zal gebruikt worden voor onderzoek. Onze verslaggevers reizen voor de Westsafari kriskras door de regio op jacht naar bijzondere verhalen. Mark Kool en Arbel Eschet zijn vandaag in de Bollestreek.
Wij sturen Mark en Arbel naar het hart van de Bollenstreek, Noordwijkerhout. Een hechte gemeente met 15.000 inwoners. Wij zijn van de Westsafari en wij zoeken naar iets leuks in Noordwijkerhout. Iets leuks met dit weer. Ja, nu is in de Van de Geest de boerenbekendmaking. De wat? De boeren voor carnaval. De boeren? Ja, de boer en boerin wordt dan bekendgemaakt. We gaan naar de boeren en de boerinnen. Ik weet niet wat het is, maar... Hé, hey, kijk daar eens. Dat ziet er wel iets boersachtig uit. Wat gebeurt hier? Nou, elk jaar wordt op de maandag van de carnaval worden een echtpaar onecht in de echt verbonden. Althans, twee goede vrienden van elkaar. En vandaag gaan we bekendmaken wie het gaan worden en hun, eigenlijk hun verloving aankondigen. Een boeren-echtpaar, hè? Een boeren-echtpaar, ja. Nee, ze hebben geen relatie met elkaar. Nee, maar ze gaan dus trouwen met iemand waar ze geen relatie mee hebben. Ja, leuk, hè? Dit is mijn boerinnetje van 6 jaar geleden. Wat ik me nou afvraag, krijg je dan thuis geen probleem? Want als je, ja, jullie hebben geen relatie verder met elkaar. Nee. Ja, je moet gewoon niet alles vertellen thuis. Wie wordt het buispaar? Ja, dat is een goede vraag. Best bewaarde geheim van de vereniging dus. Weet u al wie het wordt? Geen idee, ik wil het heel graag weten. Maar ja. En heel Noordwijkerhout is hiermee bezig. Absoluut, want iedereen wil weten wie de boer is en iedereen is toch aan het gissen. Met de social media van tegenwoordig, ja, toch kijken of er niet ergens een lekkie in het systeem zit, komen we echt niet achter. Dan wij zijn echt heel nieuwsgierig, echt waar. Op de 40ste boerin van de Galerie Vaten. En ze luistert naar haar naam, Sandy de Groot. En wie mag dan jouw bruidegom zijn? Vertel het ons. Nou, ik zie hem staan. Jacco van Wierinnen. Jacco, kom naar voren. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. En hebben jullie allebei een relatie? Ja, we zijn alle twee getrouwd. Ja, allebei getrouwd, allebei kinderen. Dus nou, joh, voor één dag. Moet kennen hoor. Het is trouwen met een knipoog. Ik kan me toch voorstellen dat als je partner dan het podium ziet. Dat is bij jullie in de stad zo, maar bij ons op het platteland niet. Dan tenslotte, you can kiss a bride. Ja, en ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, ik weet niet hoe het met u zat, maar ik kon vanmorgen geen hand voor ogen zien door de mist. En dat heeft heel wat leuke en mooie foto's opgeleverd. Een kleine greep uit de foto's die Omroep West kreeg toegezonden van kijkers en luisteraars. En dan gaan we naar het weer met Dennis Wild van Meteo Groep. En ook hij heeft natuurlijk een mooie mistfoto. Na een wisselvallige en zachte week is het afgelopen weekend behoorlijk afgekoeld. Afgelopen nacht klaarde het geleidelijk aan op naar de regen en daalde de temperatuur tot onder het vriespunt met plaatselijke gladheid en mist die ontstond, zoals te zien is hier in Den Haag. Nou, vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen, maar er trekken ook wolkenvelden voorbij. Er kan weer een enkele mistbank ontstaan en de temperatuur daalt tot rond of zelfs een paar graden onder het vriespunt.
Tot min 2 of misschien lokaal wel min 3 graden. Morgenochtend dus begint het koud. Maar met niet al te veel wind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 2 of 3 graden boven nul. Aan zee komt vanuit het zuidwesten wel een windkracht 3 te staan. Een beetje zuidelijke wind meer. De zeewatertemperaturen zijn 7 graden. Ja, en er is naast wolkenvelden ook ruimte voor de zon. Het blijft droog morgen, maar het is wel wat aan de koude kant dus. Maar het zonnetje die maakt wel wat goed op deze dinsdag. Nou, in de avond zijn de opklaringen en dan 's nachts weer lichte vorst. En dan woensdag weer temperaturen die vergelijkbaar zijn met de dinsdag. De wind is dan wat gedraaid naar het zuidoosten en komt uit die richting. Trekt ook wat aan naar een windkracht 3 tot 4 zelfs. Dus een matige wind uit die hoek. En temperaturen van 2 of 3 graden in de plus na een koude ochtend. Er zijn wolkenvelden, maar er is ook zonneschijn. Dus weer zo'n best wel aardige winterdag. Dankjewel Dennis en tot zover dit TV West nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl. Op de apps natuurlijk voor de mobiel en de tablet. En ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Straks hier op deze zender TV West Sport met veel aandacht voor ADO. En ook voor de Europa Cup winst van de korfballers van Top uit Sassenheim. Het TV West nieuws is er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Graag tot dan. Nog een fijne avond.